De plannen voor het nieuwe Future Lab Complex zijn gepresenteerd aan de Eindhovense gemeenteraad. Complex moet een plek worden waar iedereen, jong en oud, zich verwondert over de toekomst. Chris Singelhof heeft de afgelopen maanden het plan uitgewerkt voor het nieuwe museum. Ze komen naar Complex en wat ik zou hopen is dat ze verwonderd worden, uitgedaagd. En dat ze naar buiten lopen met meer vragen, misschien over de toekomst, dan daar waar ze mee binnenkwamen. Maar wel met het idee, hey, die toekomst, dat wat ons allemaal aangaat, dat is iets waar ik me toe kan verhouden. Dat is niet iets wat mij zomaar overkomt en waar andere mensen oplossingen voor hebben. Maar nee, daar heb ik iets over te vinden. En ik ben vandaag geweest naar Complex en ik heb mijn vragen gesteld over hoe ziet het eruit, bijvoorbeeld als de mens niet meer zo dominant zit. Of hoe ziet het eruit als technologie in onze kleren zit en alles kan bepalen. Al jaren leeft de wens in Eindhoven dat er een museum moet komen dat past bij het profiel van de stad. Zo'n toekomst die vraagt eigenlijk om samenwerken, om ontdekken, om experimenteren. En al dat soort eigenschappen, kennis, design, technologie, die zitten in Eindhoven, die zitten hier in die regio. Dat die plannen nu ook concreet kunnen worden, dankt de stad aan de landelijke cultuurnota. Daarin is opgenomen dat het ministerie jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar stelt voor een Future Lab Design en Technologie. Er is ook in andere steden interesse, maar waar kan dat nou beter dan hier? Wij staan bekend als de regio Eindhoven, stad van techniek, design en kennis. De stad ook waar heel veel uitvindingen ook vandaan komen. Stad van innovatie. En dat wordt ook vanuit de ontwerpsector, vanuit de creatieve sector, vanuit designers zelf ook echt altijd naar Eindhoven gekeken. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Waar het museum komt, het Evluon ligt voor de hand, maar ook het VDMA-terrein. Maar misschien ook op andere plekken in de stad, maar ook buiten de stad. Dat juist misschien ook wel juist van deze tijd is. Om ons niet vast te zetten in een gebouw, maar misschien gaan we wel iets doen. Gewoon in de supermarkt of in de Heuvelgalerie. Frits Lindmeijer is benoemd tot interim directeur. Hij gaat zich tot juni bezighouden met de organisatie van Complex, de financiën en een sterk inhoudelijk programma. Maar het blijft allemaal voorlopig, want op 4 juni pas beslist de Raad voor Cultuur of het Future Lab definitief naar Eindhoven komt. Dus zo'n plek als Complex, zo'n plek, zo'n Future Lab, ja, ik zou zeggen, die kan eigenlijk alleen maar in Eindhoven komen.